Stel, je wilt gaan gamen. Dat kan natuurlijk niet zonder je spel en je controller. Ook voor wiskunde heb je de juiste spullen nodig. Laten we bij het begin beginnen. Voor wiskunde heb je natuurlijk allereerst je wiskundeboek nodig en een wiskundeschrift. Een wiskundeschrift bestaat uit ruitjes van 1 bij 1 centimeter. Een eigenschap van wiskundeschriften is dat ze nogal snel vol raken. Zorg dus dat je op tijd een nieuw wiskundeschrift bij je hebt. Vervolgens heb je natuurlijk een pen nodig. Schrijf je liever met potlood? Dan mag dat ook. Je hebt toch een potlood nodig, want bij wiskunde doe je al het tekenwerk, zoals grafieken of tabellen, met potlood. Om de grafieken in te kleuren heb je natuurlijk kleurpotloden nodig. Kies daarvoor 3 kleuren die genoeg verschillen, zoals rood, groen en blauw. Neem liever geen kleuren zoals geel en roze, omdat die niet zo duidelijk zijn als je daarmee kleurt. Als je potloden mee hebt, is een gum natuurlijk ook handig. Iets wat je bij wiskunde nooit mag vergeten is je geodriehoek. Met de geodriehoek kun je rechte lijnen tekenen, hoeken meten en nog veel meer. Als je ook een liniaal mee wilt nemen, dan mag dat, maar dat is niet echt nodig als je al je geodriehoek mee hebt. Dan nog een passer. Een passer is een handig hulpmiddel om cirkels mee te tekenen. Ook gebruik je ze bij het tekenen van driehoeken, hoe gek dat ook mag klinken. Passers hebben nog wel eens de neiging om kapot te gaan in tassen. En je hebt hem niet iedere wiskundeles nodig. Vraag dus aan je leraar of je hem thuis mag laten als je hem niet nodig hebt. Ik hoor je denken, ja maar hoe zit het dan met de rekenmachine? Dat ligt er een beetje aan. Sinds kort zijn de meeste hoofdstukken in de eerste klas van de middelbare school bijna helemaal rekenmachinevrij. In de hogere klassen zul je hem steeds vaker nodig gaan hebben. Ook in het geval van de rekenmachine kan het handig zijn om met je leraar te overleggen wanneer je hem wel en wanneer je hem niet nodig hebt. Een goede voorbereiding is het halve werk. Zorg dus dat je altijd je spullen goed op orde hebt als je naar de wiskundeles komt. Bedenk dat je deze spullen ook voor andere vakken nodig kan hebben. We hopen dat je met deze spullen op zak goed voorbereid naar de wiskundeles gaat. Wil je meer wiskunde met ons oefenen? Volg ons dan op Instagram of abonneer.